We zijn op de Vossenlaan in Nijmegen. Daar heeft een brand op een balkon gewoed. En in de woning heeft ook rook gestaan als gevolg van die brand. Nee, in de woning was niemand aanwezig. De bewoonster was op dat moment niet thuis, is nu wel onderweg. Er zijn dus ook geen slachtoffers gevallen. De politie heeft uit voorzorg wel een aantal ondergelegen appartementen ontruimd. En daar is verder niemand bij gewond geraakt. Ja, zoals wij inschatten heeft er vuil op het balkon gebrand. De oorzaak daarvan is niet bekend. De brand is daardoor tegen de gevel aangeslagen, waardoor er ook rook naar binnen is gekomen. Ja, schade in de woning heeft met name betrekking op de rook die in de woning is. Er is vrij weinig waterschade en er is een coördinator van salvage onderweg om de hoogte van de schade in te schatten. We hebben overdrukventilatoren gebruikt om het trappengat en de woning leeg te blazen en ook om te voorkomen dat de rook in andere woningen terecht zou komen.